Ik ga nu een ritje van 4 à 5 uur maken op weg naar Big White. Op weg van Kicking Horse naar Big White rijd ik van de provincie Alberta naar British Columbia. Nou, hier sta ik dus in het dorp Big White. En wat me meteen is opgevallen is dat je je auto hier parkeert en alleen maar bezig bent met skiën. Want de pistes lopen hier door het dorp heen. Dus je kunt zo, hup, naar je hotel toe skiën. En dat noemen ze hier ski in, ski out. In dit dorp wonen 250 mensen en ze hebben 10.000 bedden voor toeristen. En die zijn verdeeld over 3 hotels, appartementen en chalets. In deze check-in center kan je alles vinden wat met windsport te maken heeft. Een skischool, een kopje koffie, je skipas, snowboardje of skis huren. En ook niet onbelangrijk, een leuk winkeltje. Yeeha! Moeilijk. Deze? Of deze? De kamers van Big White kun je over het algemeen lekker ruim noemen. Het past weer gewoon bij Canada. Plenty of plek.